Welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag gaan we een tekeningetje maken. Ik heb dat net deze tekening gemaakt. Maar we gaan vandaag een andere tekening maken. Dus wat heb je nodig? Een lat en een potlood. Ten eerste, de lat is voor zo van 20 cm naar 0. En hier van 20 naar 0. Zo. Dan neem je nog 2 centimeter erbij. Hier ook 2 centimeter. En dan maak je dat mooi toe. En aan de andere kant doe je dat hetzelfde ook gewoon mooi toe. Zo. En wat ga ik maken? Ik ga die kotjes maken. Want de breedte van de lat is. Zo. Hier een smal stukje. Maar dat smal stukje mag daar weg. Nu neem ik even mijn andere blad is mee. Want nu ga ik tonen wat dat wij gaan tekenen tussen mijn tekenmap hier. Zo. Wij gaan vandaag twee logo maken. De twee logo zet ik hier even neer. Dan ga ik hier. Dus wat gaan we doen? We gaan hier 1 centimeter van doen. En aan de andere kant eet ik hetzelfde. 1 centimeter. En hier doe ik dat nog een keer. Hier doen we dit. 1 centimeter. 1 centimeter denk ik dat dat is, nee. 1 centimeter. 1 centimeter. En nu gaan we kijken. Ah, dat is al 1 centimeter. Ah, dat is ook 1 centimeter. Dan ga je dat mooi gaan verbinden. Aan de bovenkant doe je dat mooi hetzelfde. Puntje naar puntje verbinden. Zo. Zo, dan heb je dat. De C. Dan doe je dan tot het einde. Dan de R is moeilijker en gemakkelijker. Is hier 1 centimeter. 1 centimeter. 1 centimeter. 1 centimeter is zo. Zo. En nu hebben we de R. De E is nogal makkelijker. Dan wat streepjes. Dus wat gaan we doen? 1 centimeter. 1 centimeter. 1 centimeter half. 1 centimeter half. Dan hier is hetzelfde 1 centimeter op 1 centimeter. Hier doen we hetzelfde 1 centimeter, 1 centimeter half op 1 centimeter half op 1 centimeter en 1 centimeter. Dan krijg je dit. Dan moet ik niet kijken naar de achterkant van mijn hand tevoren. Zo. En dan ga je dat mooi gaan verbinden. En je mag dat mooi doortrekken, die lijntjes. Van, oh, ik heb hier een foutje. Yep. Een centimeter en een half moest ik hier nog aan. Nee. Zo. 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 Dat is dan de E. En de W is nog moeilijker. Want nu moet je dat mooi gaan. Ja, meten nu is
hier het eerste. Dan hier het tweede. En hier het derde. Dus 1 centimeter, 1 centimeter half. En dan naar 2 centimeter half. 3 centimeter. En dan de 4 centimeter paal. En wat gaan we doen? We gaan dat eerst doortrekken. Zo. 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 En zo. En nu meten we hier mooi 1 centimeter af. Dus 1 centimeter. Is 1 centimeter. En nu verbinden wij mooi dat aan elkaar. En met de W. Oh, kijk, dat wordt dan al ingekleurd. En de 2 is moeilijker. Nu moet je schatten. Dus ik schat hier, hier en hier. Dus wat we doen, we gaan dat verbinden met elkaar eerst. En nu maken we hier één mooie zieke boog. Zo. De hier is hetzelfde. Ongeveer even dik. Zo. Heb je er 2. Maar, je denkt, er ontbreekt nog iets aan? Yep, er ontbreekt nog iets aan. Zo, ik ga dat eerst een beetje mooier afwerken. Er ontbreekt nog heel. Een stukje geel ontbreekt nog. Maar we gaan eerst met zwart. Echt een zoeken naar de zwart kleurpotlood tussen de kleurpotloodjes. Veel moment later. Nog niet. Ik ga 5 minuutjes zwart nemen, maar ik neem hier 1 keer grijs en we kleuren dat in. Zo. Nu krijg je dat ook mooi in. Ik ga dat nu rap doen. Jij mag dat traag doen thuis als je dat wil. Ik ga met de WE. Ik ga direct van de E overgaan naar de F. Zo. Het is nu niet zo mooi van mij, omdat ik het rap doe. En dan de C ook. Nou, hier ontbreekt er nog letters. Tje. Dus dan maken we hier nog kotjes van 1 centimeter. Laat mij lot vinden. Ja. Van 7 mm. 7 mm. 7 mm. Zo. En teken je hier gewoon kotjes. Ik kan het nu zonder lot. Ik weet niet hoe jullie dat kunnen. Zo. En zet daar gewoon te in. Ik ga wel mijn schrijffoto's doen, zodat jullie het zien. Tja, staat er ook in. Tja, kruw. En nu hebben we heel nodig voor dat stuk hier in te kleuren. Maar pas op, hier zit er een spleet tussen, jongens. Zo. Die kun je mooi bij het inkleuren. Tja, ik kleur dat gewoon helemaal in 1 keer in. Zo. En je mag redelijk hard op dat heel duwen, zodat je een mooi heel laagje ziet. Normaal gezien door je camera moet je dat ook super mooi zien. Kijk.
2. En wat we doen, nu ga je die mooier afwerken met mijn schrijfpotlood en kleuren eventueel. Zo. Maar dit is nu wel zeer krap getekend. Zo, ik heb het SS eerst voorgetekend, dan nagetekend voor jullie. Zie ik ook om? Secuur, kijk. Ga je kijk. Dit het naast leggen. Ja, jongens, dat is ook een tekening van mij. Kijk. Dus jij ziet nou dat hier goed gelukt is, hè? De kruutje. Nu is toen nog de C in kleuren en that's it. Ja, ik wou graag mijn blad, omdat ik dan de mooie rechtlijn kan trekken. En als jij me niet gelooft dat dit het originele logo is, je mag het opzoeken op internet. Gewoon de kleur 2 intikken en je ziet zelf het logo. Nu, je hebt ook alleen dit logo, maar ik heb voor heel de naam gepakt van de kleur 2. Zoals jullie zien hier is het heel origineel met mooi zwart uitgedaan met deze stift. Met een zwarte stift. Dus ja. Vond jullie het leuk, druk zeker op het like knopje en vergeet zeker niet te abonneren en ik zie jullie bij de volgende video. Bye bye.